Economisch nieuws dan, want als we top-economen moeten geloven, komt de Grexit er bijna zo goed als zeker aan. Als Griekenland niet snel met een hervormingsplan komt, lijkt een exit van Griekenland uit de eurozone onafwendbaar. Komt die Grexit er en wat zouden de gevolgen zijn voor ons? Het zijn opnieuw cruciale dagen en weken voor de toekomst van de eurozone en in het bijzonder de toekomst van Griekenland in de eurozone. De Griekse staatskas is leeg en om een deel van de schulden bij het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, af te betalen, leende de Grieken opnieuw bij het IMF. Het land heeft een hervormingsplan nodig, maar door de anti-Europese regering Tsipras blijft dat uit en lijkt een Grexit steeds meer tot de mogelijkheden te behoren. Ja, als iedereen bij zijn standpunt blijft, ja, dan wordt een Grexit plotseling heel aannemelijk en dan is het van belang dat op een georchestreerde manier gebeurt, volgens een zorgvuldig voorbereid draaiboek waarvan ik aanneem en hoop van harte dat dat draaiboek er is. En dat dat ook een draaiboek is dat de overheden de voorbije maanden achter de schermen hebben voorbereid. Een andere uitkomst zou nog altijd kunnen zijn. Maar wat als het toch zo ver komt? Valt dan de hele eurozone uit elkaar? Ik denk dat er weinig politieke appetijt bestaat vandaag de dag om de eurozone te ontmantelen. Integendeel. Dus ik denk dat, moest het zo zijn dat Griekenland eruit stapt, dat men er alles aan zal doen om dit als een eenmalig en een uniek incident te beschouwen. Als die eurozone uit elkaar valt, is het de vraag of de euro daar ongeschonden uitkomt en of de modale Belg veel zal voelen van de eurocrisis. Wel, de gevolgen voor België zijn in eerste instantie relatief beperkt, omdat de Griekse leningen die zijn in handen van het IMF en de Europese Centrale Bank voor het overgrote deel. Daarnaast is het zo dat de Belgische bevolking, en dat geldt voor alle Europese lidstaten, die zullen gewoon kunnen blijven verder betalen met euro zoals dat vandaag de dag reeds het geval is. Volgens Frank Heusdens is het nog altijd hopen op een referendum in Griekenland, waarbij de bevolking een mandaat geeft aan de Griekse regering om alsnog de nodige hervormingen door te voeren.